Hoe doe je het nu? Heb je nu een eigen label? Of? Ja, ik heb een eigen label en ik heb een maand of twee, drie geleden getekend bij Rough Trade, dus die distribueren het. En eigenlijk gewoon een hele eigen team verzameld waarmee we dit, op dit moment de strijd aangaan. Ja, oké. Okay. Live My Life dan. Je had het net over bij Holy Pleasure had je eigenlijk alle doelen bereikt die je wou bereiken op dat moment. Ja, voor wat ik in ieder geval, mijn verwachtingspatroon en wat ik uitgestippeld had, wat ik graag wou bereiken, ja, natuurlijk. Ja, en wat heb je weer zo'n lijstje gemaakt deze keer met doelen die je wil bereiken? Ja, onder andere dat ik wil, dat zijn sowieso podia's waar ik altijd op wou staan. En dat gaat voor mij, naar mijn gevoel, niet vervelen, weet je. Ik wil weer Paradiso doen en ik wil natuurlijk weer Noordzee Jazz. Alleen natuurlijk, vorig jaar stond ik op het podium op het Noordzee. Op een klein podium, maar dat was natuurlijk allemaal. Je staat niet op het hoofdpodium, snap je? En je hebt natuurlijk verschillende stages. Gradaties eigenlijk gewoon op het Noordzee, weet je wel. Dus artiesten met een bepaalde status, die staan weer op een groter podium. En ik denk gewoon dat je gewoon een beetje met die groei, dat ik met die groei mee wil gaan, weet je. Dat is eigenlijk wat ik wil bereiken nu. Dat ik dus dit jaar hopelijk dan op een groter podium kan komen te staan. Ja. Voor meer mensen. En ja, nu met deze plaat heb ik de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Om ook daar mensen de muziek te laten horen, weet je. En die kans heb ik nooit gehad. Oké, dus daar zet je ook wel op in met deze plaats. Ja, dus niet dat ik dat is niet prioriteit nummer 1 op dit moment. Prioriteit nummer 1 is gewoon die plaat uitbrengen in Nederland en gewoon proberen zoveel mogelijk land te veroveren eigenlijk gewoon met mijn muziek. En dan wil ik gewoon eigenlijk op de helft van dit jaar of volgend jaar bedoel ik, of aan het einde van volgend jaar wil ik me echt gaan focussen om eens te kijken of we wat showcases kunnen gaan doen in het buitenland. We hebben nu al flink veel muziek gestuurd naar andere landen. En die krijg je heel veel positieve reacties terug, dus ik heb daar een goed gevoel bij. Ja, ja, oké. Okay. Ja, over de inhoud van de plaat. Je hebt het al je meest persoonlijke plaat tot nu toe genoemd. Ja. En dat geldt voornamelijk voor de teksten dan? Nee, zowel teksten als muzikaal. Tenminste, ik vind dat je duidelijk kunt horen aan deze plaat dat die concessieloos is. En er is helemaal niets mis met concessies hoor, maar zeg je daarmee dat Holy Pleasure dat wel een beetje concessiewerk was soms? Ja, daar zitten absoluut nog wel concessies bij, ja. Maar kun je daar wel concessies waar ik heel goed mee kon leven? Nou, omdat ik heb voor die plaat bijvoorbeeld 40 of 50 nummers toenertijd gemaakt. En die eerste 15 of 20, daar werd niet echt, daar werd wel positief op gereageerd, maar dat was voor hun bijvoorbeeld weer te funk of te soul of te zwart, zoals zij dat in die zin dan noemen. Te zeer in één stijl, waarop zij het gevoel hadden van ja, dit is moeilijk voor ons om dat te verkopen. En wij hebben het gevoel dat we daar niet veel mensen mee kunnen bereiken. Dus op een gegeven moment werd er toch gewoon aangegeven vanuit A&R-manager ook, waar ik altijd wel een hele goede klik mee gehad heb. Zo van, misschien moeten we toch een soort van cutting edge gaan zoeken. Dus dat je inderdaad gewoon een soort scheidslijn tussen die twee stijlen, weet je. Tussen soul, blues en funk en gewoon de pop. En dat is Holy Pleasure, is dat wel, weet je wel. Dus het is niet echt, je kunt het niet echt ophangen aan één stijl. Of in een hokje plaatsen, of het is straight jazz, of het is straight funk of soul, weet je. Je merkt gewoon dat daar toch wel meer invloeden in zitten in die plaat. Ja.